special kunnen we toch wel zeggen, want opvallend zijn jullie. Zijn we eigenlijk op deze special vanaf de Buma naar Elmwoord. Waar we vanavond een grote woordje krijgen. We krijgen straks interviews en gaan ons eerst even opfrissen in de kleedkamer. Is dat leuk? Even kijken of het niemand is. Oh ja, is gewoon vrij. Ja, dat is toch altijd leuk, hè? Kijk, snoepjes, handdoekjes. Nou, succes, alles is geregeld, dus... Blijf lekker kijken, zou ik zeggen. Ja, klopt. En dat is alweer een goede keer. En inmiddels zijn we ook in de stilplaats. Ja, dat is kerst op de kaart. We moeten wel stellen van afgelopen jaar. We komen eerst in de kastje. Gaat het een beetje in de goede richting wat jouw carrière betreft? Want het is knokkend, toch? Ja, zeker. Het is keihard werk en dat blijf ik ook nog steeds doen. En dan zie ik het wel zo'n bekroning. Het liep een jaar geleden nog over het kleine. Dus er komen een aantal artiesten vandaag en we hebben nu weer een beeld tegenover ons zitten. Theodor Visser, geboren op 24 december 1992 in Leiden. Theodor, goedemiddag. Goedemiddag. Bijna kerstkindje, hè? Ja, bijna, kerstavond. Nou, als het graag willen zijn, of net, of denk je, nou, laat mij maar buiten dat stalletje. Ja, laat mij maar buiten. Ja, ik bedoel, maar het is wel leuk dat je dan na de kerst om jouw eigen verjaardag kunt vieren. Zeker, heel graag. En ik vier wat aan mijn verjaardag met Robert en Brink, hè. Die staan ook vandaag. Is dat zo? Ja. Zit je nog aan met een zakje met t-shirts naast jou? Nee. Hé, Theodor, volgens mij is Jan Smit de aanleiding geweest dat jij bent gaan zien. Ja, nou, dat is in ieder geval weer een aantal jaren geleden. Ik was 13 en hij zat op een bruiloft. En zocht hij een jongetje om Astrid naar Verbrandjes mee te zingen. En ja, ik kreeg een klein zitje van mijn tante in de rug. En ik werd het. Toch, zo joh. En toen niet. Ik kan mijn tante nodig. Dus, ja, maar je gedaan. In de studio Theodor! Ja! Nou, wat een ontvangst. Theodor weer. Theodor, hoe gaat die jongen? Ja, goed, en inmiddels begint de spanning toch een beetje te komen voor de opwaartuitreiking. Ja, ik voel zo. Ik ben de eerste die het toegeeft. Ja. Net zat hij in Jelle Beuk, oh, doe me niks, maar dat is een ADD. Ja, toch de spanning van, wordt het nou wel of niet echte prijs? Ja, klopt. Ja, het zal de eerste zijn, dus wacht in spanning. Hè. Hey Theodor, ik word luisteraar, zo'n derde luisteraar, want jij bent genomineerd in de categorie... Best Talent. Best Talent van 2014. En dan strijd jij vanavond om een grote uitreiking met... Henk Dissel en Susanna Veldmaier. Zo. Ja, ga er maar aan staan. Henk is ook niet de eerste beste. Nee, zeker. Nou ja, daarom, hun zijn ook al meerdere jaren bezig en ik pas één jaar echt officieel tot mijn eerste single uitkwam, dus ik zie het als een bekroon. Ik heb hier nog een talent staan, Bobby Offenberg. Die kijk ik even de microfoon. Ja, Bob Offenberg! Ja! Ja! Alles hier dan, hoe gaat ie? Ja, heel goed. Op een volmaat de radio komt hier. Het is Theodor. Ja, hoe is het met Theodor? Ja, goed. Ja, goed. Nee, dat begrijp ik niet. Je staat een beetje op tijd, geloof ik, want je hebt zo'n film om 4:30. Dat moet je ook weer ergens zeggen. Ja, dan moeten we naar de collega's van NL. Van de radio dan? Ja, en straks optreden hier op het plein. Oh, leuk. Hoe laat is dat? Wij mogen 4:00. Oké, dus moet je nog 1 uurtje zoals we zien? We gaan er 2 doen en dan vanavond is het eigenlijk zover. Dan is het gewoon een woordje. Dan hoor ik of het wel of niet. Talent van 2014. Ja, want daar ben je voor genomen. Ja. Is het spannend of is het van boy? Ja, in het begin, ja, dan voel je het nog niet echt zo. Maar nu de dag, nu het steeds later wordt en steeds dichter bij die woordshow komt, begin je gewoon spannend. Hoe belangrijk zal dat zijn? Stel je voor, je wint het, je zit vanavond thuis met zo'n klein woordje en dan.
Ja, natuurlijk, het is gaaf. Je doet mee, dus je wilt winnen. Maar ik ben pas een jaar bezig. Dus dan bij de andere festivals zijn we 7-8 jaar bezig. Dus ik zie het als een bekroning op het afgelopen jaar. Als het nog alles wat je gedaan hebt, dan kun je al ergens doen. Gewoon bijna een kruid horen. Maar eigenlijk, ja, dit verbaast mij niet zo gek. Ik kijk even naar het lijstje van beste talenten. Theodor, goedemiddag. Ja, goedemiddag spreken. Of zeg ik niet te veel? Hij een jaar geleden had ik dit niet durven te dromen toen ik hier voor het eerst langskwam. Dus, maar toen jij de laatste keer bij ons in de studio was, toen hebben jullie gedacht dat je niet van alles waren nog enthousiast. En als dan naar buiten komt dat de Buma en Elmer voor groot heeft om jou te nomineren voor beste talent, dan mag jij er trots op zijn en wij vinden het terecht. Hey, dat vind ik heel mooi om te horen. Ja, ik ben er ook super trots op, maar ik had het zeker nog niet verwacht. Maar mede door de steun die ik altijd van Radio NL heb gehad, ben ik zo ook heel dankbaar voor stop tot de nominatie te komen. Jij zegt dat een jaar geleden had ik dat niet durven dromen. Ja, het gaat zoals het niet is. Ja, dat wel. En het is echt heel hard gegaan. De tweede plaat van Hollandse Nieuwe bij jullie geweest. En ja, het is het begin eigenlijk van iets moois geweest. En hier staan we weer een jaar later. We beginnen met een makkelijke vraag, denk ik. Wat is in jou over de beste volkszanger? Beste volkszanger, nou, dat is toch wel ja, degene waar ik me een beetje ja, het meest in kan vinden. En daar ben ik ook doorgezingen, dat is Jan Smit. Jan Smit is toch dat hij heel veel gepromoot wordt. Hij is zanger, presentator, nu is hij weer een week radio DJ. Hij is niet van de buis af te slaan. En dat doet hij al 15 jaar ontzettend goed. En hij heeft een hele vaste fan schare. Dus ik denk dat dat de kracht is. En zijn muziek, wat vind je van zijn muziek? Fantastisch. Ja, ik draai het grijs. Ik heb zelf ook een paar favoriete nummers van hem. Ik zie wel hoe ik thuis kom. Die draaien we vaak met vrienden in de kroeg. En ja, zo ga je toch meer muziek zoeken. En wat je een beetje bij was. En wat je leuk vindt. En dan gaan we naar een andere geslacht toe. Beste volkszangeres. Beste volkszangeres. Ja, dan ga ik denk ik toch ja, qua nummers, omdat ik het meeste op mij gegroeid ben voor Mianne Wijk. Ja, zoals je ziet, eten wordt inmiddels opgeruimd. Ik heb ook even wat anders aangetrokken en we zijn er onderweg naar de lift. En daar gaan we de rode loper over. De kachel ziet er ook netjes uit, iedereen. Dus we gaan er eindelijk feest van maken. En duimen. Gewijs, hè? Ja. Theodor, je kwam naar ons toegelopen en je wilde heel graag even iets zeggen. Dus je neemt de camera en ga je gang. Ja, klopt, ja, ik ben genomineerd voor beste talent. Maar aankomende zaterdag kunnen de mensen me ook zien waar ik bij deze podcast ben. En hoe belangrijk is het voor jou om hier nu genomineerd te zijn? Ja, heel erg. Ja, Nederlandse muziek ja, is toch een beetje onder druk bij sommige radiostations. In deze evenementen zie je dat de muziek heel erg leeft. Het is een hele aanmoediging voor de mensen, maar ook van voor jezelf. Ja, en wat hoop je nou vanavond? Natuurlijk dat je wint. Maar hoe schat je je kans in? Ik schat op 1 op 3. Er zijn 3 genomineerde, concurrenties worden, maar ik hoop hem toch mijn huis te nemen. Een beetje afgewogen wie er nou het grote talent is. Ik hoop hem toch stiekem zelf mijn huis te nemen. Beste talent, naast mij links en rechts. Ja, ook wel weer 2 concurrenten van elkaar natuurlijk. Ja. Maar nog geen ruzie? Nee, nog niet van. We hadden zelfs samen mooi opkomen. Dat is goed, hè? Ja. En jij? Nee, ook nog niet. Ja, inmiddels begint de spanning wel een beetje te stijgen. Maar dat Het is niet niks toch? Beste talent. Het zou je maar gegeven worden. Ja, zeker. Het is een hele mooie prijs. Dus ik hoop wel stiekem dat ik mij mag nemen, maar het is heel goed. Ja, ik zei dat ook al hier. Maar blij zijn dat we hier vanavond staan. En als je tussen de 3 beste van Nederland en talent dan bent voor 2014, dan vind ik al, dan ben je eigenlijk al winnaar. Vind ik ook. Nou, extra spanning voor jullie vanavond. Een extra randje natuurlijk aan deze Buma en Ellen Award. Ben je vorig jaar ook geweest? Ja, vorig jaar stond ik in het voorprogramma en dit jaar wel een nominatie. Dus voor mij is het een topjaar. Dit jaar gewoon over de rode loper, hoe vind je dat? Ik ga eens even kijken hoe jullie dat gaan doen over de rode loper samen, oké? Okay? Ja, zullen we het gaan doen. Heel veel succes. Dankjewel. De grootste talenten zijn genomineerd. Henk Disselman. Theodor. Ja, en de winnaar van de Buma NL Award 2014, grootste talent, is... Henk Dissel! Ja, daar zitten we dan. De avond is voorbij, de uitreiking is geweest. Ik ben het helaas niet geworden, maar bij deze wil ik Henk toch nog even feliciteren. Zeer verdient deze award. En ja, we gaan ons verdriet maar even drinken met een klein hapje. Ja, Wes komt er ook gezellig bij, Wes.
Huh? Oh, het gaat over eten en dan mag ik erbij. Ja, nee, zetten. Wel, dat is wel je komt precies op tijd binnen. Ja, is het we gaan er gewoon nog een hele leuke avond van maken. Is het op pad met Theodor special nou, hè? Wie, okay. Wie kan dat zeggen? Nou, alleen ik nu. Ja, daarom zegt de kijkers even gedag. Nou, een hele goede avond, dames en heren. Dit was Brandpunt en goede avond. Ja.